Een lage drukgebied trekt over Nederland heen. Daar rondomheen zit veel bewolking en op veel plaatsen valt ook neerslag. In de loop van de dag breekt de bewolking vanuit het westen, blijven een aantal buien mogelijk, maar we zien wel af en toe de zon. Vanochtend, dus met name in het zuiden en westen, enige tijd regen. In het uiterste zuidoosten valt ook wat sneeuw. Dat allemaal bij temperaturen van 3 of 4 graden. En er waait een stevige noordwestenwind matig tot hard. Vanmiddag neemt de wind iets in kracht af, zien we wat vaker de zon, maar blijft een enkele winterse bui mogelijk. De temperatuur loopt op naar 4 tot 6 graden. Vanavond zijn er minder buien, de opklaringen worden breder en het koelt vrij snel af. Landinwaarts vriest het aan de grond, op neushoogte misschien al op een enkele plek vanavond laat. Vannacht uiteindelijk vriest het op sommige plaatsen licht. Morgen is het dan wisselend bewolkt, met met name in het noordwesten en noorden en enkele winterse bui. De temperatuur komt uit op zo'n 3 tot 5 graden en de zuidwestenwind is meest matig van kracht. Woensdag dan zien we veel bewolking en op veel plaatsen ook enige tijd kans op sneeuw. Dat allemaal bij 2 graden. Na woensdag dan wordt het weer wat rustiger met regelmatig de zon. Bij temperatuur rond 3 graden kan er altijd nog een winterse bui vallen. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl